de pacificatie van Gent. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat na deze overeenkomst de Staten-Generaal op eigen initiatief bij elkaar mocht komen. En omdat Willem van Oranje hierna als regeringsleider zou functioneren. Op deze beeldbron zien we 17 maagden. 7 staan symbool voor de noordelijke gewesten en de andere maagden staan symbool voor de andere gewesten in het zuiden. Je ziet er een soort mand omheen met daarvooraan de Hollandse leeuw met zwaard en schild die hun beschermt. Eromheen zie je wat Spaanse soldaten die hun bedreigen. Waar het dus symbool voor staat is dat de 17 gewesten met z'n allen een overeenkomst zouden tekenen die zich zouden beschermen van de Spaanse soldaten die daar een bedreiging vormen. Wat gebeurde er voor, tijdens en na de pacificatie van Gent? Nou, kort samenvatting is op 8 november 1576 werd er een overeenkomst gesloten tussen de noordelijke en de zuidelijke gewesten. En daarvoor, voor de pacificatie van Gent, stonden zuidelijke gewesten onder het gezag van de Spaanse Don Luis de Reconcès, de aangestelde landvoogd. En de noordelijke Nederlanden hebben als voorman Willem van Oranje. Don Luis de Reconcès overlijdt en dit zorgt voor wat spanningen. Ook is er al lang geen soldij meer betaald aan de soldaten, dus die hebben sowieso al wat spanningen. Veel soldaten gaan er door muiten en trekken moordend en plunderend door de zuidelijke gewesten heen. Dat zorgt natuurlijk voor onvrede onder de zuidelingen door die plunderende Spaanse troepen. Het is eigenlijk bijzonder dat de zuidelijke gewesten de overeenkomst wilden tekenen, want de zuidelingen die waren over het algemeen katholiek en moesten niets hebben uit die Calvinisten uit het noorden. En het ondertekenen van deze pacificatie gebeurde in de pacificatie in Gent. Na deze pacificatie werd door Philips II Don Jean van Oostenrijk de erkende landvoogd van de zuidelijke Nederlanden. En dezezelfde landvoogd tekende later het eeuwig edict. Oorzaken en gevolgen. De oorzaken waren dat doordat Spanje bankroet was verklaard, geen geld meer had om de soldij te betalen. Spaanse soldaten gingen daardoor plunderen, omdat zij geen soldij meer kregen. De gevolgen hiervan waren dat de zuidelijke Nederlanden door onvrede de pacificatie wilden ondertekenen. Don Jean van Oostenrijk tekende het eeuwig edict, waarin stond dat de Spaanse troepen grotendeels Nederland moesten verlaten. Er was daardoor tijdelijke vrede. De Staten-Generaal mochten uit zichzelf bij elkaar komen zonder toestemming van de vorst. Er moest een regeling komen voor de opstandelingen dat ze niet meer vervolgd hoefden te worden. En Willem van Oranje werd regeringsleider, maar moest samen met de landvoogd regeren. Belangrijke personen. Willem van Oranje. Willem was de voorman, de vertegenwoordiger van het noorden, van de noordelijke gewesten. Philips II, dat was de Spaanse koning, dus de grote man achter het Spaanse bezet. De Spaanse troepen hebben een grote rol, doordat ze eigenlijk als de oorzaak waren van de pacificatie van Gent, die ondertekend werd. Dat komt doordat zij plunderend en moordend door het land heen trokken, waardoor de zuidelijke gewesten zeiden van, nou, dit gaat niet meer. Wij tekenen de pacificatie van Gent. Don Luis de Reconcès heeft eigenlijk een rol doordat hij overlijdt en daardoor ontstaat er nog meer paniek onder de Spaanse soldaten. Don Jean heeft eigenlijk pas een rol na de pacificatie van Gent en dat komt doordat hij het eeuwige edict heeft getekend, waarin onder andere stond dat de Spaanse soldaten zo snel mogelijk Nederland grotendeels dienden te verlaten. Ja, de noordelijke en de zuidelijke gewesten. In de zuidelijke gewesten was eerst nogal twijfel of terwijl of niet ondertekend werd. Maar na de plunderingen van de Spaanse troepen
was al vrij snel duidelijk dat er iets gedaan moest worden. En toen hebben ze besloten om de pacificatie van Gent te ondertekenen. Nou, dus beide zijn dus ondertekenaars van de pacificatie van Gent. Caramba, mijn geldkist is leeg. Ik heb geen rode cent meer. Straks gaan mijn soldaten nog muiten. Ik krijg problemen. Waarom betalen die zuidelijke Nederlanden niet wat meer? Zo komt het nooit goed. Straks raak ik ze ook nog kwijt aan die verrekte Hollanders. Nou is nog steeds mijn geld op. Al mijn huurlingen beginnen te muiten en de stedelingen beginnen te mopperen. Wat moet ik nou doen? Straks verenigen die zuidelijke Nederlanden zich nog met die Hollanders en de Friezen. Dan zijn we straks de Nederlanden nog kwijt. Hoe los ik dit nou weer op? Caramba, nou hebben die zuidelijke Nederlanders zich toch verenigd met de noordelijke Nederlanden. Stupido's. Die verrekte Willem van Oranje, hijo de la puta. Kop eraf, net als van die huurlingen en andere verraders. Waar vind ik iemand die voor mij die verrekte Hollander kan afmaken? Die Pendego. Hallo, ik ben Kees en kom uit Antwerpen. Ik woon in een gewone buurt. Nou, trouwens, dat is ook niet helemaal waar. Want hier wonen ook wel Spanjaarden. Die heb ik niks tegen ze, maar die etensluchtjes, die storen me wel. Ze hebben ook van die zotte kleren aan. Oh, wat een verrekte schotten, die Spanjaarden. Ze zouden ze moeten vieren de hele kiel halen volteren. Die klootzakken. Trekken je moorders en plunderen die hier rond. Ruitschoppen. Dumpen, verjagen die Spanjaarden. Nu is er een pacificatie gesloten van Gent. We hebben ons verenigd met de protestanten. Alles beter dan die Spanjaarden die ons veel verdriet hebben gedaan. De buurvrouw waar ik een enige relatie mee had is ook omgekomen. Moet maar verdomme aan mijn trekken komen. Klootzakken die Spanjaarden. Oprotten. Die Spanjaarden zitten toch al veel te lang in de Nederlanden. Die willen wij helemaal niet. Hoe kan ik die zuidelijke Nederlanden nou toch overtuigen dat ze weg moeten? Ze zeggen dat ze er geen last van hebben, maar oh, ze zitten er al zo lang. Wat moet er gebeuren voordat ze begrijpen dat die Spanjaarden hier niet horen? Ik heb het ze toch gezegd. Het moest er een keer van komen. Muitende soldaten die rondtrekken door de zuidelijke Nederlanden. Oh. Hopelijk zien die zuidelijke gewesten nu het nut wel in van die pacificatie. Anders dan zijn we nog verder van huis. En verwoeste zuidelijke Nederlanden. En nog steeds de Spanjaarden hier. Achteraf zijn er toch nog wel verstandige jongens, die zuidelingen. Eindelijk hebben ze ingezien dat die Spanjaarden hier weg moeten. Oh, ik zou Philips gezicht nu wel willen zien. Hoe zit te balen. Eindelijk staat er ergens dat die Spanjaarden weg moeten. De betekenis toen en nu. Toen werd dus duidelijk dat je ook met overeenkomsten je vijand kan verslaan. Wat ik hiermee bedoel is, je hoeft niet altijd gewapend de strijd aan te gaan met je vijand. Je kan ook gewoon onderling een verbond sluiten waar hij niks tegen kan doen en hem daarmee als het ware verslaan. Nu, ja, je weet nooit hoe het eruit zou hebben gezien zonder, maar ja, door de pacificatie van Gent werd besloten dat de Staten-Generaal zichzelf bij elkaar mocht komen. En werd Willem van Oranje regeringsleider. En zonder deze gevolgen had misschien Nederland er wel heel anders uitgezien deze dagen.